Diede, je eerste Grand Slam titel, wat voor gevoel geeft dat? Echt heel erg ongelooflijk. Je gaat het toernooi in en het is de eerste keer voor je. Er gaan van allerlei gedachten door je heen. Om dan uiteindelijk aan het eind van die week echt met die mooie trofee te staan, dat is echt ongelooflijk. Ja, want de wedstrijd vandaag, zeker de eerste set, was 6-0 heel overtuigend. Daarna kwam je 2-0 achter, ja. 5-2 voor, zij pakt nog een paar games. Wat gebeurde er in die tweede set? Ja, die tweede set, daar gaat het toch opeens door je hoofd wel van, het kan gewoon echt vandaag. Dan gaan er toch wat andere dingen meespelen en dan ga je nadenken. Het was voor mij echt heel erg belangrijk om terug te komen naar 2-2. En uiteindelijk door te zetten naar 5-2 natuurlijk. Na 5-4 alleen maar in mijn hoofd van terug naar je eigen spel, gewoon weer agressief. En dat heeft toch wel geholpen. Dan dat laatste punt. Ja, het is heel gek. In mijn eerste ronde hier zo moest ik tegen Jordan Wiley. Daar had ik het op 5-1 in de tweede set echt heel erg lastig. Toen is het teruggekomen tot 5-5 en uiteindelijk in de tiebreak heb ik wel gewonnen. Maar toen toch met mezelf zo erg met die gedachte bezig geweest dat ik dat niet meer met mijn spel bezig ben geweest. Hier was eigenlijk mijn taak om dat niet te doen. Dus 40-0, zij was aan het serveren en ik denk, ik sla deze gewoon weg. En als dat dan lukt, het is ongelooflijk. Ja, en toch dat moment dat je dan die titel pakt, die eerste Grand Slam titel hier op Wimbledon. Allemaal speciale dingen. Je oogde cool. Ja, nou dat was wel een beetje uiterlijk vertoon hoor. Van de binnenkant was het wel wat onrustiger. Het enige waar ik me heel erg mee bezig was, is echt die focus houden. En dat heeft me heel erg geholpen. Ik heb jou vaak aan het werk gezien. Vaak aan het worstelen met je service. Maar daar was vandaag echt totaal geen sprake van. Ja, klopt. Ik heb een kleine aanpassing gemaakt. Wat de afgelopen paar weken heel erg heeft geholpen. Het is bij mij altijd een beetje een onzeker punt geweest. Terwijl ik heb een prima service, maar in wedstrijden faalde die gewoon. Ik heb een aanpassing gemaakt en het lijkt te helpen. Is dit de eerste van velen? Ik hoop het. Dat is in ieder geval wel het doel. Het is echt een hele mooie eerste. Het is echt ongelooflijk. Ik besef het misschien ook nog niet eens. Het is heel gek. Maar ik hoop dat er nog veel volgen. Ja, het zit allemaal wel heel dicht bij elkaar op dit moment. Ja, het is echt. Het gaat van 1 naar 2 naar 3 naar 4 naar 5. Allemaal dicht bij elkaar. En het is echt vechten wie aan het eind van het jaar eruit komt. Eerst maar even hiervan genieten. Precies. Ja. Gefeliciteerd. Dankjewel.